Het lijkt erop dat mijn lieve schildpadjes nog steeds niet zijn uitgekomen. Maar ik weet het probleem. Dag jongens. Welkom weer bij een nieuwe Content Fame video. Oh, zo leuk. Ik ben erachter gekomen dat Turtle Eggs, of hoe ze ook heten, alleen kunnen hatchen alleen uit kunnen komen op zand. En die van mij die staan hier lekker op steen. Maar voordat wij deze dus gaan verplaatsen, welkom bij de video. Even het standaard riedeltje. Abonneer, abonneer. Even het standaard riedeltje. Abonneer. Like, abonneer nog een keer. Ik hoop dat je niet bij de tweede keer deabonneert. Dat zou een probleem zijn. Alright, maar laten wij deze even met een Silk Touch pickaxe weghakken. Want ik wist dat dat kon. Ik ben een goede Minecraft, hè. Hoppakee. En dan hebben we zand nodig. Hey, wat is dit? Oh, hallo? Hallo, ik wil naar mijn ding vliegen. Naar mijn chestroom. Wat is er met mijn kerk gebeurd? Hallo? Wat is dat? Wat is iemand op mijn kerk aan het bouwen? Huh? Hallo, nee, hier moet geen huis komen. Ho eens even. Ho eens even. Wie is dit aan het doen? Wie zijn spullen zijn dit? Beter... Oh, 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 dit is van Nathan. Nathan, nee. Nathan, nee. Hier gaat geen huis komen. Niet op mijn kerk. Nathan, als je dit ziet, ophouden nu. Dit is geen mooie plek voor de kerk. Jij bouwt maar daar je huis. Er is daar nog plek voor een huis. Niet hier. Niet op mijn kerk. Waarom denkt hij dat het een goed idee is om bovenop mijn kerk een huis te bouwen, die Nathan? Sowieso is dat Nathan. Ik zag het al aan de pickaxe. Maar dat is even een probleem. Ik ga wel trouwens... Nee, dat is voordat ik het te laat is. Ik ga even een boekje achterlaten. Oké, laten we een boekje schrijven. Nathan, met de H. Je hebt geen vergunning hiervoor. Meld onmiddellijk je intenties bij de koning. Anders volgen er consequenties. Ik weet niet of je consequenties zo schrijft, maar ik schrijf het zo. Ik zal een nieuw plekje voor jou reserveren. Groetjes, je lieve koning. Sign. Foei. Kijk, en dan gaan we deze hele kist hier die al heeft staan. Deze chocobox die gaan we verplaatsen naar het midden. Gaan we alles even een beetje netjes wegleggen. Zoals dit. En dan doen we hier het boekje zo. Foei. Oké, dat leest hij vast snel. Alright, dan terug naar het schildpaddengedeelte. Waar ga ik dit plaatsen? Ik heb zand en ik heb de turtle eggs. En dan daarop gaan ze wel uitkomen. Maar ik denk dat ik dat dan bij het grote watertje hier moet gaan doen. En dan in het midden ongeveer, hè? Of niet? I guess so. Laat ik voor nu eventjes gewoon zo doen. Waarom kan ik hier niet opspringen? Oh, mijn light ray stond nog uit. Zo. Nou, laten we dan... voor nu even de turtles, laten we zeggen, zo gewoon hierop. Kijk, nu worden ze ook groen. Nu zijn ze aan het hatchen. Oh, misschien komen ze nu gewoon al heel snel uit. Laat ik het eiland even een beetje uitbreiden voor ze. Gewoon even een schildpaddeneiland in het midden hier. Zo, dan is het schildpaddeneiland iets uitgebreid. Nu moet ik eigenlijk even nog mijn andere dingetjes erbij halen. Oké, laat ik dan ook eventjes hier het dirt even een beetje toevoegen, waardoor het iets netter is. Dan hou ik dit eiland gewoon. Dan kunnen ze hier altijd chillen wanneer ze willen, weet je. Dan boommielen we het nog helemaal onder, waardoor het eventjes helemaal netjes gemengd is met de rest. Zoals dit. Plaatsen we een beetje leuke koraaltjes er tegenaan. Zo. Hoezo kan dat niet? Huh? Deze dan. Oh, die kan wel. En de roze. En dan last but not least nog een soort paarse hier tegenaan. Juist. Kijk, dit ziet er leuk uit, hè? Nou, en nu hatchen jullie, jongens. Kom op. Uitkomen, broeien. Alright, dan nu, jongens. Zoals jullie misschien kunnen zien, in het donker is mijn kasteel en de kerk zelfs helemaal niet belicht. En dat is best wel zonde. Dus laten we even wat lanterns pakken. Die had ik hier bij het arena gedeelte. Had ik die achtergelaten in een kistje, volgens mij. Ja, hier, hoppa. Nou, dat zijn er wel genoeg. Misschien dat ik dan ook nog wat van die chains nodig heb. Alleen ik denk niet dat ik nog chains heb. Misschien in het kasteel zelf. Ja, 47. Top. Allright, laten we het eventjes mooi belichten. Want dat mocht echt veel eerder gebeuren. Het is helemaal niet netjes belicht. Dus veel plezier met kijken. Wat een mooie lampjes ineens. Jongens. Kijk even wat een verschil, hé. Het is eindelijk gewoon mooi belicht. Niet te geloven, maar het is zover. Oh, wat ziet dat er mooi uit, moet ik zeggen, hé. Oh, en ook de kerken. Zo, vooral de kerk qua belichting vind ik mooi. Jammer dat er nu ineens hout op staat. Dat Nathan denkt van, laat ik er een gebouw op plaatsen. Maar voor de rest, oh, wat ziet het er mooi uit. Dat ben ik tevreden met de belichting, hé. Ik heb niet te veel gedaan. Sommige plekjes wat donkerder gehouden. Zodat je een beetje dat verschil krijgt met daadwerkelijk de mooie plekken van de belichting. Dat niet één grote lichtvlek is. Maar jongens, weet je wat ik mij bedacht, hè? Wat je net zag, kan je natuurlijk niet echt een timelapse noemen, maar ik heb letterlijk elk moment het complete plaatje van mijn kasteel hier, heb ik in een timelapse gemaakt. Gewoon echt van begin tot niks. Behalve dan het linker gedeelte daar natuurlijk, maar het nieuwe gedeelte van het kasteel. Deze hele aanbouw. Die is helemaal laten zien op timelapse. Dus het lijkt mij leuk om aan jullie te laten zien van nul naar nu hoe het eruit ziet. Jullie hebben misschien al heel veel ervan gezien. Dat je zegt, oh, Max, maar ik heb de timelapse al meerdere episodes gezien. Dat maakt niet uit. Dit is één hele grote. Dus veel plezier met kijken naar deze timelapse. Ik hoop dat jullie denken van, oh, wat fuck, wat cool. Denk je nou van, hé, dat heb ik al soort van gezien. Dan kan je ook gewoon doorskippen nadat de timelapse voorbij is. Maar dat doen we niet. Je gaat hem gewoon kijken. Dit is mijn kasteel.
Wat was dat toch een mooie timelapse, jongens. Hij duurde ongeveer 6 minuten, dus best wel behoorlijk lang. En je kan het inderdaad misschien al gezien hebben, maar ik wil dat gewoon zo graag laten zien hoe de progressie van het kasteel gewoon in één grote timelapse past. Daar ben ik best trots op. En daar mag jij ook trots op zijn. Ik weet niet waarom, maar wees trots. Maar nu we toch bezig zijn in het thema van het kasteel, laat ik hier even wat steen pakken. Dit steen omsmelten naar stoombrik, zo, hoppakee. En laten wij even weer een upgrade gaan doen hier. Ik weet dat mijn dingeskamertje hierboven nog steeds moet. Maar dat is iets voor de toekomst, waar ik me nu niet zo zorgen over maak. En met de toekomst bedoel ik wel een hele korte toekomst natuurlijk. Want wat ik eigenlijk wil doen, jongens, ik wil hier een keuken maken. Er mist gewoon nog steeds een soort keuken, weet je. Alleen ik twijfel, is een keuken nou echt nodig? En misschien dat ik namelijk hierachter ook wel gewoon de keuken kan maken. Met een doorgang misschien hierheen, kijk. Hier, dat dit de keuken. Oh, dit is denk ik een veel betere keuken. Wacht. Ik zie het ineens zo helemaal voor me. Dit weg. Hé, wat zat daarin? Een brief voor Max, hè? Oh, dat is een hele oude brief. Dit is gewoon een hele oude brief. Oké, maakt niet uit. In ieder geval, laat ik dit even zo doorbreken zoals dit. Dan heb ik even de goede blokken verzameld. Die kunnen namelijk hier zo. En dan denk ik dat ik dit open moet breken en zo moet doen. Om het een echte doorgangsgevoel te geven. Dat kan. Alleen ziet het er dan net niet netjes uit hier. Waardoor ik dit denk ik zo moet doen. En dan zo. Ook. Zoals dit. Zien een beetje zoals dit. Ik moet een beetje improviseren, jongens. Daar moet uiteindelijk nog wat anders komen. Maar nu ziet het er al beter uit. En dan hier kan ik nu bewijzen van de doorgang zo realistisch door laten lopen. Oké, dat ziet er goed uit. Gek dat hier in één keer een doorgang naar rechts is. Dat hoort helemaal niet voor mijn gevoel. Maar ja, het kasteel wordt gewoon geüpdate, jongens. Soms mag het wel eventjes. En dan zo. Zo, hoppakee. En dan is daar een plekje voor mogelijk dus weer. Een kastje of zo, weet ik veel wat. Misschien dat ik zelfs dit helemaal naar het plafond door laat lopen om het een beetje realistisch te laten. Of realistisch, dat zeg ik nou. Ja, dat past er wel bij zo. Kijk. En dan hier kan de keuken. Dit moet sowieso nog gefixt worden. Maar dan doen we hier de keuken. Gewoon een oude middeleeuwse keuken. En dan hier doen we de herenkamer. Heet dat zo? Wacht, laat even opzoeken. Hier, zoals jullie kunnen zien, jongens. Dus kastelen hebben af en toe wel een soort van woonkamers. Ik dacht dat het een herenkamer heette, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Maar ik heb natuurlijk al een open haard in die andere kamer. Maar ik kan er hier nog geen maken. Ik bedoel, je hebt nooit te weinig open haard. Dit kan ook gewoon een open kamer met misschien ook nog inderdaad van die balken waar je dan uiteindelijk bovenop kan lopen. Maar heel veel kastelen, kijk, dit is een beetje een soort troonzaal. Heel veel kastelen hebben gewoon een lege ruimtes. Kijk, dit is wel perfect eigenlijk. Dit is een beetje wat ik wil, denk ik. En ik zie wel een mooi punt voor een... Ja, een leuke open haard natuurlijk. Maar daarvoor wil ik de kamer wel op zijn minst een beetje symmetrisch hebben. Want dat is hier nu totaal niet. Gelukkig kunnen wij dat oplossen met een heel mooi iets. En dat heet in Minecraft blokken. Toevallig heb je daar heel veel van blokken. Dus dat scheelt al een heleboel. Ik denk dat ik dan hier helemaal heen ga. En dan hier laat ik hem doorlopen. Zo, dit staat niet recht aan elkaar. Ai, dat is toch wel een dingetje, al zeg ik het zelf. Het zit wel in het midden precies. Dus misschien... Wat is hier? Oh, hier is hij. Ja, ik snap hem al. Misschien kan ik dan nog een snellere doorgang maken. Dat ik het hier zo doe. Kijk, aangezien dit het midden is van die deur, kan ik er hier twee maken. Dan is het in één keer weer wel symmetrisch. Misschien heel gek, jongens, maar ik ga jullie laten zien waarom. Moet dit kamertje even een beetje gesloopt worden? Sorry, Bertha, er komen een beetje renovaties bij jou thuis hier. Jij krijgt ook nog een nieuw huisje, dat weet je. Kijk, maar hier kunnen we dan gewoon de doorgang zo maken. Dan heb je in ieder geval twee keer een doorgang. Eentje die hier omhoog loopt. Nou, dat hou ik, want dat vind ik wel leuk. Zo. En dan hier ook eentje. Die gaat uiteindelijk hier en dan kom je in de hal terecht. En dan kan je ook nog doorlopen hierheen. Uiteindelijk hierheen en dan zo. Ik wil in ieder geval even wat meer dat je overal heen kan lopen in het kasteel. In plaats van dat je maar een specifieke routes moet doen. Want de enige reden waardoor je eerst hier kon komen, was echt een hele moeilijke route helemaal zo om. En nu kan je ook gewoon lekker snel overal op deze manier naartoe. Deze deur wil ik wel dicht houden. Gewoon voor het feit dat dat dan een beetje toch wel afgesloten is. En dan maak ik hier wel wat anders van. Zodra Bert uit de kleine hokje hier weg is. Nou, laten we dit eventjes gewoon dichtbouwen zoals ik het in mijn gedachten heb. Zo, kijk, nu is de vorm aan die kant en deze kant een beetje hetzelfde. Waardoor het in ieder geval 3, 4, 3 is. Nu moet ik er misschien even een plafonnetje in maken. En ik denk dat ik die van... Hoe ga ik die doen? Als ik dat vergelijk met alle andere plafonnen hier, heb ik voor de randjes mooi steen gebruikt. En dan... Oké, ik denk dat ik dat wel aanhoud gewoon. Zoals dit. Ik weet wel dat het heel vervelend is om te maken, want ik kan moeilijk omhoog lopen elke keer. Oh, ik heb trouwens wel sters nodig meer. Ik kan niet echt vliegen of zo. Maar dat maakt het leven af en toe wel heel moeilijk. Kijk, dan gaan we lekker zo aan de slag. En dan in het midden hier doen we blok. Blok. Ster.
Steen. Mooie uitleg, hè? Mooi tutorial dit, jongens. Voor als jullie één op één mijn kasteel na willen bouwen. Nou, het is nu een beetje donker, je ziet het bijna niet. Maar ik ga dit heel even rondom maken. Ik moet oppassen trouwens met mijn ramen, zie ik nu. Nou, laten we het even rondom maken. Zo, dan is dat ook weer gedaan, jongens. Ik heb heel even lelijke belichting geplaatst. Gewoon letterlijk twee lampjes zo. Het is niet helemaal symmetrisch natuurlijk. Maar dat is omdat, ja, dat hoeft het ook niet specifiek te zijn. Zolang deze muur hier maar symmetrisch is. Dat vond ik belangrijk. En dat deze deuren in principe recht tegenover elkaar staan. En dat staan ze nu, want het middelste blokje van deze, als je zo hierin loopt, staat precies gelijk aan het middelste blokje van deze deur, waardoor het wel in dat opzicht symmetrisch genoeg is. Jezus, wat een lange tekst. Heb ik nog wol over? Oeh, mijn rode wol is zo goed als op, jongens. Laat ik in ieder geval hier ook even carpets van maken. En dan een heel simpel tapijtje neerleggen zonder details erin. Laat ik daarmee beginnen. En die gaat letterlijk gewoon rechtstreeks hierheen, zo. Hoppakee. En laten we zeggen, die gaat hierheen. En dan hier splitst die op in drieën, zo. Hoppakee. En hier ook zo. We moeten iets eerder al opsplitsen, zie ik nu. Zoals dit. En dan kunnen we deze hele kamer gewoon vullen zo met tapijten. Dit moet ik nog mooi maken, maar dat heb ik al verteld. Dan kunnen we onze standaard vloerdetails toevoegen. Kijk, dit is een stenen vloer. Dus eigenlijk moet ik hier nog wel een soort lijntje leggen. Ik denk dat ik dat toch dan van hout ga doen. Want ik wil deze kamer wel met houten vloer hebben. Oh, ik heb precies op het lijntje hier heb ik dit allemaal geplaatst. Ook handig. Zo, ik wil dit hier hebben op deze manier. Kijk, dan heb je in ieder geval het onderscheidslijntje hier. Die ga ik ook hier vastmaken. Uiteindelijk moet het onderscheid tussen houten vloer en stenen vloer natuurlijk wel aanwezig zijn. En dat is nu hoe het nu gedaan wordt een beetje random. Nu is het gewoon ineens, nu is het gewoon houten vloer. Dat willen wij wel netjes hebben. Kijk, hoppa. En dit loopt er mooi overheen zo. Dan op plekjes zoals dit komt natuurlijk ook zo'n lijntje. Zo, om het een beetje te laten matchen. Ik wil toch een beetje in de oude stijl blijven van dit vloertje hier. Kijk, heb ik ook al dat soort lijntjes gemaakt. En dan denk ik dat ik van deze muur wil ik een soortzelfde muur maken als dat ik hier heb. Dus helemaal van open haard met allemaal boekenkasten en zo. Dat wil ik dan helemaal dit hele muurtje hier hebben. En dan wil ik die ramen er mooi in verwerken. Ik denk dat dat serieus heel lijp kan zijn. Ik heb ook een nieuwe trap nodig. Waar ga ik die maken? Kan ik hier niet een soort wenteltrap? Nou ja, dat is misschien niet. Ja, hier misschien een soort wenteltrap omhoog. Dat is het hele ding. Ik wil nog een trap hebben. Want ik vind het heel vervelend dat ik altijd helemaal hierheen moet. Je moet echt een stuk lopen om naar mijn chestroom te gaan. En terwijl die hierboven zit. Misschien dat ik dat hier doe. Ik denk dat dit wel een mooie plek is. Hier om misschien een keer de trap te maken. Ik denk, jongens, dat ik deze eentje lager ga maken. Deze laag. Zodat er ook een beetje een dieptegevoel komt. Het is allemaal zo plat, besef ik hier nu gewoon. Het is allemaal echt behoorlijk plat. Zo, en dan moet het randje hieronder natuurlijk ook even netjes afgewerkt worden. Dan gaan we nu een leuk design maken voor de open haard. Ik denk dat ik een beetje eentje ga gebruiken die ik al eens eerder heb gebruikt. En dan misschien even iets breder. Aangezien die breder moet zijn vanwege de... Ja, het is 4 dik en bijvoorbeeld die daar, die was maar 3 dik, zie je? Maar dat komt vast wel goed, jongens. Ik denk dat dit wel goed gaat komen. Ik ga dit sowieso trouwens niet van dark oak doen, want de vloer is al van dark oak. Dus dan moet ik even gaan kijken of ik nog spruishout over heb. En volgens mij heb ik dat wel, maar niet hier. Dan ligt boven weer. En dan zou een trap toch wel heel handig zijn. Oh, spruishout is er genoeg, jongens. Wat maken jullie allemaal weer zorgen om niks? Jullie zitten hier allemaal een beetje zorgen te maken om mij. Helemaal nergens voor nodig. Oh, het voordeel is dat ik in deze muur kan hakken, omdat ik hem daar aan de buitenkant dik heb gemaakt. Ik dacht even van poep. Nee, dat kan helemaal niet. Maar geen zorgen, jongens. Poep, het kan wel. Ik weet niet waarom poep, maar het kan gewoon. Maak jullie maar geen zorgen om mij. Di-di-di-di-di, piem-piem. Weet je wat? Ik ga deze muur gewoon transformeren voor jullie. Onthoud goed wat je hier ziet. Want het ziet er nu zo uit. Boom! Ik ben er enorm blij mee. Jongens, het is best wel een simpel iets. Het is gewoon lekker boekenkastjes en weet ik wat. Er moeten nog itemframes in, alleen die heb ik niet. Ik heb zoveel mogelijk andere details geprobeerd te plaatsen op locaties waar ik dacht van, nou, je kan op zich wel een leuk dingetje staan. Dingen zoals itemframes, dat wil niet echt lukken. Trouwens, hier kan misschien wel een leuke armor stand, bedoel ik. En er kunnen altijd nog andere leuke dingetjes in terechtkomen, jongens. Ik bedoel, hier bijvoorbeeld misschien een barrel of zo. Of weet ik veel wat. Er kan nog van alles bij. Een leuke painting hier en daar kan natuurlijk ook geen kwaad, zoals dit. Volgens mij is dat serieus. Oh, dat zijn dezelfde. Dat mag niet. Ja, een andere. Zo. Kijk, ja, zie je, dat kan ook nog wel leuk zijn. Deze is perfect. Ja, die is perfect. Hoppa, zo. Want die is lelijk. Ik blijf terugkomen op die paintings. Deze is beter. Het moet een beetje matchen met de kleuren van... Ja, dat is beter. Met de kleuren van de boekenkasten. Oké, en dan nu heb ik alle tapijten, zoals je kan zien, ook weggehaald. Dit omdat ik wil... Wauw, ik kom even niet uit mijn woorden. Dit omdat ik wil dat het eventjes anders wordt gedaan. Namelijk iets ronder.
Ik wil niet specifiek een pad hebben in deze kamer. Je moet gewoon door de kamer heen lopen alsof het één grote... Net zoals je woonkamer. Je hebt geen pad door je woonkamer, weet je. Waarom zou je daar een pad doorheen hebben? Dus vandaar dat ik het tapijt even heb weggehaald zoals het lag. Dan nu creëren we een soort ronding hier. Zo, kijk, dat ziet er beter uit. Dan heb ik sters nodig. En ik heb gelukkig... Oeh, ik was echt genoeg sters, maar dat valt eigenlijk best wel tegen. Maar ik heb genoeg hout, dat heb ik sowieso. Dus hoppakee, nu hebben we ook... Dat betekent dat we ook genoeg sters hebben. Dan ga ik dit allemaal netjes omzetten. Zo, tot sters. Soms vind ik van die bouwafleveringen zoals dit ook echt heel leuk, jongens. Laat even weten in de reacties. Wat zijn jouw favoriete video's? En bedoel ik content veenstijl, hè? Bedoel jij met leuke verhaaltjes die we hebben af en toe? Zoals nu met de robot en Frederik en Julian. YouTube Max bedoel ik dan natuurlijk. Of gewoon lekker de bouwvideo's zoals dit met timelapses. Ik die een beetje hersenloos aan het lullen ben over weet ik voor wat allemaal. Zoals nu eigenlijk dus. Ik vind de afwisseling in ieder geval heel leuk. Zo, kijk, nu voelt het echt als een soort woonkamerruimtetje. Dan ga ik even al deze tapijten hier weghalen. Dit hout hier ook, dat klopt nu ook niet meer natuurlijk. Zo, en dan dit gedeelte hier beneden wil ik nu een bank en zo hebben. Of ja, een zitje misschien, stoepbank, bank, bank zo. Een tafeltje in het midden en dan een beetje middeleeuws. Maar hoe maak je middeleeuwse bank? Hoe doe je dat? I guess dat ik hier sowieso even dit tapijt neer wil leggen hier beneden. Enig is dat ik dan nog meer rode wol nodig heb. Want ik moet nu ook natuurlijk met diepte gaan werken. En dit is bij lange na niet genoeg. Wow, ik had gewoon precies genoeg. Wow, dat kwam perfect uit. Damn, alsof het meant to be is dat ik dit hier aan het maken ben zo. Sowieso dan in het midden hier ongeveer wil ik een tafeltje hebben. Dus laten we zeggen, hoe ga ik dit doen? Zo. En dan denk ik van, oh, wat is dit voor tafel? Dat denk ik zelf nog ook op het moment. De tapijt moet dan heel even weggehaald worden. Even kijken hoor jongens, hoe ik dit ga doen. Hoe ik dit mooi ga maken. Dit is op zich niet verkeerd. Misschien dat ik hem dan zelfs eentje langer moet maken. En ik bedenk me nu net dat het misschien mooi is als ik het in de lengte doe. Zoals dit. Dan match het zeg maar met de streepjes van dit hout. Alleen dan match je die andere... Nee, dan match je het trouwens niet. Het moet wel op deze manier zo. Kijk, en nu is precies wat ik bedoel. Dat ik extra wol nodig heb. Want dan kan ik dat fixen. Dan kan ik fixen dat hier ook gewoon wol onder zit. Dat zit er namelijk niet. Nu niet. Misschien zijn stoelen wel helemaal niet nodig. Is het al gewoon leuk om alleen een soort tafel te hebben met een map. Oh, ik weet dat ik een map helemaal boven heb. Maar imagine jongens, hier een map op. Ja, dat zou cool zijn. Of niet? Oeh, dat zou misschien wel heel lijp zijn. Kijk, en het ding is, jongens, nu kan ik hier bijvoorbeeld ook gewoon extra, ja, wat is het? Lijpe details toevoegen. Gewoon letterlijk wat random dingetjes met kistjes en boekenkastjes weer en weet ik veel wat allemaal. Gewoon een beetje opvulling hier. Het is een sierkamer dit, denk ik, hè? Ik denk dat ik dit echt letterlijk alleen voor sier ga gebruiken en niet voor andere dingen. Dus dat scheelt al een heleboel. Ik heb gelukkig deze kant aansteken, zo dat ziet er leuk uit. Kan ik hier iets achter bouwen? Nee, ik wou zeggen, anders had ik hier een boekenkastje gedaan. Maar kijk, dan, ja, helaas, dan zie je de muur erachter. Daar kan een leuk potje staan en ik weet dat ik toevallig volgens mij nog maar één potje had. Ja, hier. En dan, kijk, hoppakee. Die wilde ik bewaren eigenlijk voor hierin. Ik wil hier ook allemaal flowerpots hebben, maar die heb ik helaas niet, zo. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar verder, hè, maakt ook weer niet heel veel uit. Die krijg je zo. Ik heb genoeg klei en weet ik wat voor onzin. Nu ik dit zo zie, kan ik deze denk ik beter hier bouwen. Zo. En dan daar wat breders maken, want ik heb hier niet meer heel veel ruimte. Dus laten we dat ook even doen. Gewoon zo. Volgens mij had ik ongeveer zoiets in elkaar gezet. Weet ik veel, joh. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal bouw. En hier de flower. Hier de mushroom. Daarop de ster zo. En dan kunnen we nu allemaal dingen eraan vol plakken. Trapdoors. Een bouwwerk zonder trapdoors, jongens, is geen bouwwerk. Onthoud dat goed. Kijk, dan kunnen we hier wat breders maken gewoon, zie je? Iets groters. Met uiteindelijk misschien toch een beetje hetzelfde idee. Gewoon een soort sier storage. Hoeft niet, natuurlijk niet een opslag te zijn die daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Maar het is altijd fijn om het gewoon voor de sier te hebben hier. Zo, wat kastjes tegen een muur. Dan hier weet ik nog niet zo goed hoe ik het wil doen. Ik denk dat ik hier walls tussen wil. Om een soort toch een extra diepte. Ja, ik hou van diepte, jongens. Ik weet het. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar kijk, als je hier gewoon zo doet, ben je al zoveel minder gelimiteerd aan weet ik voor wat allemaal. Kijk, dan kan ik hier bewijzen van alweer zo doen, zo. En dan kan je daarboven kan je misschien zelfs weer opslag maken of zo, weet je. Of zo, iets anders. I don't know. Dan is er al zoveel mogelijkheden weer om daar dingen te doen. Ik denk dat ik hier toch een soort wenteltrap wil maken. Enig probleem is dat je dan niet netjes bovenuit komt. Wacht, laten we het even checken. Jezus, wat zit mijn inventory vol trouwens. Oh, laat ik hier even wat extra kisten plaatsen. Er is gewoon geen ruimte meer voor andere dingen. Gaat even heel lelijk niet sorteren, maar gewoon even wegdumpen. Daar ben ik even aan toe. Zo. Oh, heerlijke rustige inventory. Hier was ik echt eventjes aan toe. Kijk, het ding is, als ik hier bewijs van in het midden een soort trappetje zou maken, dan kom je hier uit. En dat is nou niet helemaal heel chill of zo, weet je? Dat je dan daar een trap hebt. Ik zou hem in principe hier willen, maar waar komt dat uit? Wacht. Als ik hier bewijs van hier omhoog ga, hier een wenteltrap zou wel leuk zijn. Waar kom ik hier uit? Zeker op een hele slechte plek. Ja, dat is nog eens... Nou, trouwens...
Misschien als je hier dit zo doet, zo. Hier een vierkantje maakt. Zou ik niet eens zo'n hele lelijke plek vinden, hoor. Ik bedoel, je komt hier bij die precies symmetrisch bij die paal uit. Maar dan zou dit echt de wenteltrap moeten zijn. Kijk, als je dat dan bewijzen van... Even kijken, hoor. Zou je dat met steen doen of met hout? Ik denk dat je dat met hout doet, hè. Hier precies in het midden. Dit zou het midden zijn dat je dan hier zo een trappetje omhoog maakt. Zo. En die komt dan ook echt hier uit, zo. Dan vervolgens gebruik je van al het soort... Van al het soort, wat wil ik nou zeggen? Ik praat poep, jongens. Sorry, wacht. Kijk, zo. En dan die weer hierop. En dan die weer daar. En dan die weer hierop. Kan dat? Gaat dat mooi worden? Gaat een hele goede vraag zijn. Want ik kom nu al aan de problemen met mijn muur hier. Zie dit hier. Ik weet dat een wenteltrappetje zoals dit kan wel heel mooi worden, hoor, jongens. Als je hem een beetje goed aankleedt. En midden in de kamer, dit soort dingen. Dat, ja, vind ik best middeleeuws. Nou, oh, dat is top dit, hé. Wat een toevoeging. En dan gaan we hem ook nog eens zo maken. Oeh, trouwens, wil ik dat dan wel zo maken? Of wil ik hem donker houden? Oeh, dat is best wel een goeie. Hé. Normaal maak ik dit altijd allemaal gelijk dinges. Maar misschien dat het donkere hout hier wel mooi is voor... Oh, oké. Nu zit ik toch wel aan een dilemma. Dus in ieder geval al dit hout hier telkens weghalen. Waardoor de trap iets makkelijker te belopen wordt, zo. En wat lanterns pakken om hem een beetje op te lichten op plekken waar het mag. Waardoor ik dan... Kijk, als ik het hier doe, dan stoot je je hoofd. Weet je, dat is ook niet echt lekker. Dat is wel mooi. En dan hier ook, weet je. Hier. Maar dat kan nu. Oh, die weg. Hier ook. En dan eentje hoger ook nog. Hier. Daar. Kijk, dan kloppen de lampjes wel. Die lampjes gaan nog weg, jongens. Er komen nog twee leuke kroonluchters hier. Misschien omdat het dan wel heel donker nu is. Dat ik dan signs kan pakken. Heb ik dark oak signs? Het lijkt erop van niet. Maar die heb ik sowieso al boven. Laat ik even mijn nieuwe wenteltrap naar boven nemen, jongens. Oh, ben ik hier blij mee. Wat een goede toevoeging. Wat een goede toevoeging dit. Oké, hier doe je gewoon zo. Hoppakee. En dan in plaats van een hekje, zat ik er aan te denken om... Wacht even, ik ging eerst zoeken voor... Oh, ik heb het niet eens. Wow, die moet ik nog maken. Maar dat maakt niet uit. Dat kunnen wij gewoon zo maken. Zo snel. Hoppa en hoppa. Wat heb ik nou gedaan? Nou, nog meer sticks gemaakt. Dat is mij wel, hè. Zo. Dit... Jezus, dat zijn een aantal signs. Oké. Misschien heb ik het te veel gemaakt. Kijk, wat ik namelijk aan dacht is gewoon zo. Hoppa. En dan deze hoogte ook weer. Boven die. Dus dat zou het in het midden betekenen. Kijk, hier kan je het mooi in het midden doen. Hier ongeveer. Zo, zo, zo. En dan hier misschien ook weer zo. Oh nee, dat was hier trouwens. Zo moet het dan. Zo. En dan die weg. Kijk, dat vult toch weer een beetje aan. Ik denk dat ik dit dan donker hout wil houden. En dan misschien die randjes zoals dit ook afbaken met signs. Zoals dit, weet je. Dan heeft het niet echt een reling. Maar toch weer wel. Een hele subtiele kleine mini-reling lijkt het wel nu op. Als we het op deze manier doen. Ik heb nog nooit op deze manier gewerkt. Maar ik vind het wel heel leuk. Zo, dan is de wenteltrap zo goed als af. Wat we dan moeten doen is dit randje hier een beetje mooi maken. Oh, trouwens, die kan niet. Deze moet wel zo blijven. Maar hier bedoel ik dan. Kijk, hier zie je ook dat het niet echt heel clean is. Oftewel, als we dat nou eens met stairs doen, dus zo dicht. Oeh, dat kan dan niet. Even kijken. Kan dit? Oh, dit kan volgens mij. Zo. En dan die netjes zoals dit. Nou, wel door laten lopen zo. Dit kan. Dit is clean. En ding is erop zo. En dan hebben we deze mooie bad boys nodig. Want hiermee kunnen we hem zo toch nog netjes. Hoppakee. Zo. Kijk, en dan kom je vanaf hier. Kom je boven. En dan kan je gelijk als je wil de goede kant op. Nou, laten we daar trouwens wel even een fence plaatsen. Die heb ik vast wel. Heb ik nou gewoon geen fences? Dat meen je? Moet ik die ook maken? Waarom moet ik alles altijd nog maken. Hier hebben we ook weer genoeg. En dan hier sluiten we mooi af met de fence. Kom je hierboven en dan kan je gelijk hierheen. Ja, dit ziet er leuk uit, hoor. Oeh, en dan last but not least. Hier die en die. Hop. Oh. Nou ja, dus dat er... Wah. Zo, hoppakee. Kan je hier ook snel naar boven. Deze moeten we ook binnenkort echt even afmaken, hoor, deze ruimte. En het stoort me helemaal niet dat het hier in het midden staat. Want dat maakt het gewoon even wat, ja, wat minder strak allemaal. Kijk, hier staat ook niet alles in het midden en netjes en weet ik veel wat allemaal, zie je? Dat hoort gewoon een beetje bij de stijl. Kijk, en dan kom... Oh, dit is toch leuk. Moet je zien, dan kom je bij je chessroom en dan loop je naar beneden. En je ziet al hier zo leuk deze grote kamer. Imagine dat deze ook helemaal klaar is al, weet je? Dat deze al helemaal vol details is. Oeh, ik zie meer mogelijkheden voor details. Ja, oeh, net trouwens. Moeilijk, want ik gebruik ook lanterns, zie je? Dus misschien dat het niet overal kan. Maar waar het kan, doe ik het dan wel. Dat is ook nooit genoeg, hè? En nu is hij klaar. Nu is hij officieel klaar. We houden hem hierbij. De wenteltrap. Af. Doen we nog even wat dingetjes hier om het een beetje netjes af te werken. Zo, want dan kan daarboven kan een leuke... Ja, wat zullen we daar maken? Boekenkasten, opslag... Armor stand. Daar één en daar één. Oeh, wacht even. Die gaan we gelijk maken. Dat is een hele mooie plek voor armor stand. Oh, ik heb er nog maar eentje. Waarom moet ik er nou weer eentje maken? Zeg maar dat ik daar de blokken hier op zijn minst voorbij me heb. Volgens mij kost dat stone slabs. Nee. Oh, ik weet wel welke dat kost. Dat kost smooth stone.
Oh, maar misschien kan ik... Ja, ik heb nu mijn nieuwe wenteltrap natuurlijk. Ik dacht, oh, dan moet ik weer helemaal naar boven vliegen. Maar dat is niet meer nodig. We kunnen nu gewoon lekker zo snel naar boven lopen. Oh mijn god, maar al mijn steen ligt natuurlijk in het steenhuis en niet hier. Oh. Hebben wij daar zin in om daar nu heen te lopen? Of hebben wij er toevallig hier nog eentje? We hebben er toevallig hier nog eentje. Het zit mee. Kijk, en dan... Kom er net niet bij. Dan gaan we hier, doen we zo en zo. Oh, dan moet hij wel recht staan. Oké, dat is mooi. Maar dan moet er wel armor omheen zitten, anders klopt het niet. Ja, dat is een goede plek voor armor stands, hé. Oh, wat een goede plek. Er moet wel nog meer bij komen. Misschien dat daar... Oh, wals. Hoe noem je ze? Enderside wals, inderdaad. Gemixt met... cobblestone walls. Maar waar zijn die? Heb ik die opgemaakt? Oh, die zijn hier. Kijk. Kijk, die mixen we dan een beetje zoals... Oeh, wat is dit? Zoals dit. Hier één, daar één, zo. En dan een beetje zo als dit. Hoppakee. En dan misschien dit soort details erbij. Ik weet niet of dat leuk is om te doen. Niet in het midden, maar wel daarboven, ja. Zo. Ja, kijk, dat is leuk. Het is wel nog te licht of te donker nu daar. Er moet een beetje licht zijn. Dus je kunt dat met een lantern of kaarsjes doen. Een subtiel lichtje daarboven. Ik denk dat kaarsjes dan een betere optie is. Kijk, oh, waar gaan we die plaatsen? Een subtiel kaarsje, kan dat? Misschien zo en dan... Hoppakee. En dan die. Boom. Zo. Is dit subtiel? Is het niet subtiel? Is dit wel subtiel? Dit is op zich... Ik vind dat alleen het plankje waar die op staat niet heel mooi. Idee. Idee. Ik heb een idee. Dat doen wij deze onder. Zo. Ik denk dat dit beter is. Ja, tuurlijk is dat beter. Kijk, dan hebben we ook een subtiel lichtje erbij achter ons daar. Nou, dan is dat daarboven in ieder geval die doorgang mooi gemaakt. Begint er echt al leuk uit te zien, hè, hier, jongens. Maar helaas, voor nu, moeten jullie even in de reacties achterlaten wat hier nog meer mogelijk kan in deze kamer. Wat voor andere details. Want ik ga de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Reageer even... Ambijviestampot. In de reacties als je tot dit punt hebt gekeken. Want ik ben benieuwd wie nou zo lang naar mij gaat kijken hoe ik allemaal onzin aan het bouwen ben en echt geen nuttige informatie aan het vertellen ben. Laat me even weten. Voor nu spreek ik laatst glaasje water tot 4 flesje bier. Ga ik zo meteen nog een keer zeggen. Maar eerst kijk lekker deze video, want dit is het vorige Content Veendeel. Hierin weet ik van wat er allemaal gebeurt. Heel veel onzin, ongein, andere meuk. Allemaal leuke dingen. Spreek je later. Glaasje water tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!